Een batterij, nou, laten we gewoon zeggen een spanningsbron. En daar zetten we een lampje bij. Het lampje kan mooi branden. Dat is makkelijk. Oh, nog een lampje vooruit. Je kan ook wel twee lampjes aan. Of drie lampjes. En laten we dan ook maar een vierde lampje doen. Ieder lampje heeft natuurlijk zijn eigenschappen. Bijvoorbeeld één lampje heeft een spanning van 0,8 volt nodig. En dan gaat er 2 ampère lopen. Ander lampje, die kan op een halve volt doen. En heeft 0,3 ampère slechts nodig. En zo heeft ieder lampje weer een andere spanning en een andere stroomsterkte. En dat is het onderwerp waar we het hier over gaan hebben. We gaan het hebben over stroom en spanning die verdeeld wordt over verschillende componenten. En we doen dat door eerst te kijken naar een waterstroom. Ja, water wat van grote hoogte naar beneden valt. En die hoogte, dat is dan te vergelijken met spanning. En behalve spanning heb je natuurlijk ook stroomsterkte. En stroomsterkte kun je dus hier bekijken als de hoeveelheid water die naar beneden stroomt. We gaan het eventjes wat schematisch doen. Op deze manier, water gaat vanaf de top, hoppakee, naar beneden toe, naar de bodem. En we zeggen eventjes van dat verschil is ongeveer 150 meter. Nou, ongeveer precies 150 meter. Water stroomt van boven naar beneden toe. En we gaan even uit dat het 1000 liter per minuut is. Let op, hè? 1000 liter per minuut. Die m staat dus eventjes hier voor minuut en niet voor meters. Water naar beneden toe. Maar we doen het niet in één keer. Nee, we doen het in verschillende trajecten. Ja, het valt eerst 40 meter naar beneden toe. Daarna een klein stukje meer, 50 meter. En tenslotte het laatste stukje, ja. Als je het een beetje bij elkaar optelt, dan zie je dus dat het laatste stukje 60 meter moet zijn. Kortom, de hoogte wordt verdeeld en de hoogte 150 meter, oftewel de totale hoogte, wordt verdeeld in drie verschillende hoogtes, H1, H2 en H3. En dan krijg je dus dat de totale hoogte gelijk is aan H1 plus H2 plus H3. En dat geldt dus ook voor spanning. Komen we straks eventjes op. We gaan eerst even naar de waterstroom kijken. Want ja, die is 1000 liter per minuut. En als het bij de bovenste 1000 liter per minuut langskomt, ja, dan moet het ook wel bij de middelste langskomen. En natuurlijk ook bij het laatste. Oftewel, ik heb hier ja, een waterstroom totaal van 1000 liter per minuut. En als ik dat bekijk naar de waterstroom op het eerste stukje, waterstroom van het tweede stukje en het waterstroom van het derde stukje, dan zie je dus dat de waterstroom overal gelijk is. Kortom, W totaal is W1, is W2, is W3. En dat heeft dus te maken met de stroomsterkte. Tijd om eventjes naar de elektriciteit te kijken. Ja, geen hoogte, maar een spanning. En we doen een totale spanning van 1,5 volt. Geen drie trajecten, maar drie componenten. Drie lampjes. Ja, en die lampjes, ja, mooi achter elkaar. Net zoals de trajecten, hè, achter elkaar. Nou, stroom er doorheen. Ja, geen 1000 liter per minuut, maar we doen eventjes 1000, geen 1000 natuurlijk, 100 milliampère. En die 100 milliampère, ja, die stroomt dus zo langs bij ieder lampje. Ja, en door het eerste lampje zal dus ook 100 milliampère lopen. Bij I2 ook 100 milliampère. En het derde lampje, I3, ook 100 milliampère. Dat blijft allemaal precies gelijk. Dan de spanning, die 1,5 volt, dat is dus de totale spanning. En die totale spanning, die wordt verdeeld over de lampjes, net zoals de hoogte verdeeld werd over de verschillende trajecten. Lampje 1, die krijgt bijvoorbeeld 0,4 volt. Lampje 2, 0,5 volt. En dan blijft er dus 0,6 volt over voor het derde lampje. Ja, deze verdeling, je had natuurlijk ook een andere verdeling kunnen doen. Bijvoorbeeld 0,1, 0,1, 1,3. Het hangt af van het type lampje. Maar opgeteld moet het altijd 1,5 zijn. En dit geldt dus voor als ze achter elkaar zijn geschakeld. En dat noemen we een serieschakeling. De serieschakeling, eventjes een mooi tekeningetje erbij.
Zo, nou, zie je schakeling van drie componenten. Hè, hier drie weerstanden, maar drie lampjes kan het ook zijn. Of een combinatie ervan. Maar belangrijk is dat de spanning wordt verdeeld. Dus ik heb uw totaal. En uw totaal is gelijk aan U1 plus U2 plus U3. En voor de stroomsterkte geldt dat de stroomsterkte overal gelijk is in een serieschakeling. Dus I totaal is I1, is I2, is I3. Dat is voor een serieschakeling. Dat is dus voor als het water in één strook naar beneden gaat. Maar we gaan het nu hebben niet over één strook, nee, die 1000 liter per minuut. Ja, die gaat nu in drie verschillende stroken naar beneden toe. Nou, we hebben eerst een strook van 300 liter per minuut. Daarnaast hebben we een strook van 500 liter per minuut. En tenslotte, samen moeten 1000 wezen. Dus op het eind heb ik nog een strook van 200 liter per minuut. Dus meer direct naast elkaar. Ja, en dan krijg je dus dat de stromen verdeeld worden, maar de hoogte voor iedere traject is gelijk. Ja, dus ik heb de totale hoogte is 150 meter. En ja, H1, H2 en H3, ja, die zijn precies gelijk. Dus ik had zo net dat H totaal is H1 plus H2 plus H3. En hier heb ik dus nu dat H totaal is H1, is H2, is H3. En voor waterstromen net andersom natuurlijk. De waterhoeveelheid, die wordt nu verdeeld. Dus ik heb een totale waterstroom van 1000 en die wordt verdeeld over W1, W2 en W3. Dus, kijk, hier staat die. W totaal is W1 plus W2 plus W3. En je ziet, het is precies andersom dan zo net. En dat zullen we natuurlijk ook zien bij een elektrische schakeling. Kijk, ik heb hier drie lampjes en je ziet hier inderdaad dat ze nu naast elkaar staan. En de 1,5 volt, die zal dus over lampje 1 staan en over lampje 2 en over lampje 3. Want je ziet ieder lampje, die is in feite rechtstreeks met de batterij verbonden. Dus ze krijgen precies alle drie die 1,5 volt. En voor de stroomsterkte, I totaal, die heb je dus nou, dat de stroomsterkte, ja, die gaat een verdeling maken over lampjes. Nou, dus bijvoorbeeld, één lampje krijgt 30 mA, de ander 50 en het laatste lampje krijgt nog 20 mA, zodat het samen dus wel die 100 mA is. Ook hier, net zoals net met de spanning, kan het natuurlijk ook een andere verdeling zijn, als het maar opgeteld 100 mA is. En dit geldt dus voor als ze naast elkaar staan en dat noemen we dus een parallelschakeling. Nou, eventjes uitbreiden. Ja, parallelschakeling, zo'n tekeningetje. En je krijgt dus hier dat de spanning nu niet verdeeld wordt, maar nu is de spanning overal gelijk. Dus U totaal is U1, U2, U3. En nu wordt de stroomsterkte verdeeld. Oftewel, I totaal is I1 plus I2 plus I3. Dit is waar het om gaat. Serieschakeling, parallelschakeling. Ja, spanning verdelen of spanning gelijk. Stroomsterkte gelijk of stroomsterkte verdeeld. Kortom, stroom en spanning verdelen. Ach, het valt best mee. En ik zou zeggen van tot een volgende keer.